ben Noura Hamoud. Ik ben Judy Corso. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Ik ben geboren in 1984, dus dat maakt me 36 jaar oud. Ik heb in Nederland gestudeerd, geneeskunde gedaan in Utrecht. Vervolgens ook de vervolgopleiding tot gynaecoloog in Utrecht. En ik ben sinds kort terug op Curaçao na 15 jaar in Nederland. 15 jaar gestudeerd te hebben trouwens, 18 jaar in Nederland. Sinds juni ben ik hier werkzaam als gynaecoloog in het CMC. Mijn werkdag begint om 7:30 's ochtends. Dan hebben we de overdracht. Dat betekent dat we dan met de groep gynaecologen en artsassistenten bij elkaar zitten om te praten over wat er de afgelopen 24 uur gebeurd is op de afdeling. Met name wat er in de avond en nacht is gebeurd. Gynaecologie is een acuut vak, dus er kunnen in de avond en nacht allemaal gekke dingen gebeuren. En dan bespreken we wat er allemaal is gebeurd. Vervolgens ligt het eraan wat je dagindeling is. Je gaat of naar de operatiekamer of naar de polykliniek, waarbij je de patiënten ziet natuurlijk op de poli, op de spreekuren. Of je hebt de afdeling, of tenminste supervisie van de verloskamers en de afdeling. Dus dan blijf je gewoon boven en help je met hand- en spandiensten als er iets moet gebeuren bij een bevalling of als je een extra patiënt moet zien. Ik ben dan ook de aanspreekpunt voor de huisartsen en gynaecologen van de andere eilanden die bellen om te vragen wat ze moeten doen met bepaalde patiënten. Dus dan ben je ook een beetje de consulent als het ware van het Caribisch gebied. Dus dat is echt wel heel leuk.